Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de slag op de Mokerheide plaatsvond. In april dit jaar zal er een feestelijke herdenking plaatsvinden voor deze veldslag. Een groot spektakel staat er op de planning voor deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de gemeente Mook en Middelaar. Precies 450 jaar geleden heeft hier een geweldige veldslag plaatsgevonden tussen een Spaans leger, Spanje was hier toen de baas, en een huurlingenleger van Willem van Oranje. Dat was de opstandelingenleger tijdens de 80 oorlog. Dit is een, een, een klein natuurgebied van ongeveer 3 bij 2 kilometer. Een prachtige mokerij hier. Maar dat paste natuurlijk niet hier. Hè. Hier heeft niet de, de slag op de mokerij plaatsgevonden. Maar in 1574 was dat heidegebied veel groter. En dat liep vanaf nou ja, nog een stuk naar het zuiden tot aan de oude muren van Nijmegen. En eh, op die mokerij van toen, iets ten noorden van Mook, is de slag op de mokerij begonnen. Uiteindelijk is op 14 april 1574 is de veldslag uitgevoerd. En in het begin leek het er nog op dat de huurlingen zouden winnen. Maar uiteindelijk vluchtte het huurlingenleger toch helemaal naar het zuiden. En toen ze hier, daar beneden in het dal, daar kan je het nog zien, naar het zuiden vluchten, toen zijn er een heleboel in de moerassen van de Riethorst ingelopen. En ze zijn daar, door de moerassen zijn ze verzwolgen. Het was een grote veldslag met 7500 huurlingen, aangevoerd door Lodewijk en Hendrik van Nassau, de broers van Willem van Oranje. Zij vochten tegen 5500 Spaanse soldaten. In dit kroonjaar wordt deze veldslag herdacht. Het is voor de eerste keer dat we hier echt de broers Lodewijk en Hendrik van Assel de eer geven die ze, die, ze, die ze eigenlijk verdienen. Want zij zijn het geweest die in het begin van die 80-jarige oorlog geprobeerd hebben de Spanjaarden te verjagen. Wat uiteindelijk na 74 lange oorlogsjaren hier. ...uiteindelijk gelukt is. Dus ze hebben wel, wel wat, wat eer verdiend hier op de mokerij. In het weekend van 13 en 14 april staan er veel festiviteiten op de planning. Met onder andere de onthulling van een monument, een groot dorpsfeest... ...en de opening van een nieuwe fietsroute... ...waarbij er een tocht gemaakt wordt in het spoor van de Spanjaarden. Het thema van de gehele herdenking is ontmoeten en begroeten. Dat wil zeggen dat we geen uh, veldslag na gaan spelen, maar op een andere manier... Uh, zeg maar die twee legers van die tijd naspelen en elkaar vreedzaam gaan ontmoeten.